we zijn een partnership aangegaan met Stichting De Broekriem om dit jaar 1000 werkloze jongeren te gaan helpen in hun zoektocht naar een nieuwe baan door middel van het geven van workshops omtrent LinkedIn. De Broekriem is een activiteitenplatform dat workshops organiseert voor werkzoekenden om op die manier jongeren aan een sneller aan een baan te helpen. Ja, 2 jaar geleden zijn we voor het eerst in aanraking gekomen met de Broekriem. Toen was de Broekriem eigenlijk nog maar net een jaartje aan de gang. En de afgelopen 2 jaar hebben we een samenwerking ermee opgebouwd en daar zijn wij vanuit de gemeente erg enthousiast over. Ik vind dat opleidingen, dus mbo, hbo's en universiteiten echt veel te weinig doen aan het begeleiden van hun studenten op het gebied van werk vinden met social media. En dus wat ik zo gaaf vind aan deze samenwerking van LinkedIn en de Broekriem is dat zij juist jeugdige werkzoekenden helpen bij het vinden van die baan, in dit geval met LinkedIn. Waardoor je gewoon de kans hebt om bovenop die stapel te komen. Uiteraard, jeugdwerkloosheid is iets wat ons aan het hart gaat. Nou, waarin wij enorm geloven is dat, vooral als je kijkt naar jongeren die op zoek zijn naar werk, dat met het vinden van werk een netwerk in social media essentieel is. En wij zien dat de Broekriem daar gewoon heel sterk in is en ons helpt om jongeren aan de hand van social media in contact te brengen met het bedrijfsleven om zo aan een baan te helpen. Broekriem is een echte vrijwilligersorganisatie voor en door werkzoekend. Dat betekent dat we allemaal vrijwilligers hebben die zelf werkzoekend zijn en de workshops zelf organiseren. Zij benaderen zelf een gastspreker, zij benaderen zelf een locatie en bovenal zij kunnen het op hun cv zetten, waardoor je een mooie win-win situatie creëert. Nou, als je kijkt naar de Broekriem, dan is dat zo'n initiatief waarin heel veel jongeren die zelf misschien nog op dit moment werkloos zijn, maar bereid zijn in kader van vrijwilligheidswerk aan de slag te gaan om andere jongeren te helpen.